Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Ik ben Maurice. En ik ben Patrick. En nu gaan we het hebben over Pirates. Pirates of the Caribbean. Nummer 5. Nummer 5. Hopelijk de laatste ook. Ja. Dan hoeven we daar niet meer naartoe, naar die serie. Kansloos. Daar ben ik niet mee eens. Kansloze serie, Maurice. Ik vond het leuk. Ik vond het wel leuk. Maar ik vond gewoon dat het verhaal niet afgelopen is. Maar het verhaal is niet afgelopen. Want voor de mensen die hebben de... En even voor te zeggen... Even spoileren. Voor mensen die hem gezien hebben weten... Naar de aftiteling komt er helemaal op het einde nog een scène... Ja. Waarbij het dus toch niet helemaal afgelopen is, het verhaal. Ja. Toch weer dat deurtje open. En dat maakt het gewoon slecht. Dat was heel slecht. Ja, dat was heel jammer. Je kan niet een film bouwen van ik ga alle losse eindjes opknappen... Ja. En dan helemaal het einde van het verhaal toch niet alle losse eindjes opknappen. Nee, dat is een hele Eigenlijk, het mooiste was dat je eigenlijk naar de film gewoon direct die bioscoop uitging. Niet wachten tot het andere filmpje, direct weg. Dan had misschien het oordeel anders geweest. Ja, misschien wel. Maar ik, op zich, de film zelf was gewoon leuk. Ik vond hem wel... Tuurlijk, er zit natuurlijk wat herhaling in, maar toch... Ik vond dat je duidelijk zag op Johnny Depp... dat hij er zelf ook een beetje klaar mee was. Ja. Die was niet zo goed meer als hij was, hoor. Volgens mij is hij er duidelijk klaar mee. Dat hij denkt, ik pak deze 34 miljoen nog even voor deze... en dan ben ik er klaar mee. Ja, misschien wel. Maar ik zeg, ik vond als je gewoon een Pirates film wilt kijken... en daar ga je ervoor naartoe... dan heb je gewoon echt een Pirates film krijgen te zien. Dus als we eerlijk zijn, hij was wel beter dan 4. Ja, ik vond 4 vond ik... Dat vond ik die was helemaal slecht. Die was echt slecht. Daar heb ik, dat was echt... Volgens mij heb ik niet eens naar de bioscoop gegaan. Nee. Of wel. Ik weet niet, in ieder geval... mij heb ik hem gezien op... Ja, dat was... Niet in de bioscoop, maar ik heb hem wel gezien. Ja, maar het was echt niet... Nee, dat was niks. Nee. Dus, maar deze had wel weer, was wel weer wat beter. Maar wat je duidelijk zegt, het is, het moet niet afgelopen zijn, want ja. Als je alles kijkt, alle personages zijn weer bij elkaar gekomen. Het is echt gewoon een happy end, was het eigenlijk. Maar dan moeten ze het hierbij laten. Ja. Gewoon, en dan, kijk, bij Disney is natuurlijk die melkkoe, zolang er maar nog €1000 winst gemaakt wordt over het geheel, dan gaan we weer nog een deel maken. Ze moeten ook een keer zeggen, we stoppen ermee. Ja. Laat ze Star Wars maar dan gaan uitmelken tot het bot. Nou, liever niet. Maar... Nou, daar zijn ze behoorlijk mee bezig, dus wat dat betreft... Dat is zeker zo, maar... als maar kwaliteit geeft. Dat is, ja. Met Star Wars kan je natuurlijk alle kanten op. Dus dat is een grote verhaal. Maar dit is gewoon... Maar dit is gewoon afgelopen. Ja. Dit is nou mooi geweest. Ja. Nee, dat en ik hoop wel dat het mooi is geweest. Maar ja, we gaan het weer afwachten. Misschien over 2 jaar. Toch weer Pirate deel 6. Ja. Nee, dus... Kijk, als je denkt de Fast and the Furious kijkt. Ja. Nu pas alleen 7. Dus ja. 8. 8. 8. 8. 8. Zeg je, kom op. Maar dat is wel grappig. Terwijl het wel een aardige film was. Dat ook zegt. Hey, zullen we... Doe jij eens je cijfer? Ik geef hem een 7. Ja. Ik ben vandaag van de 7's. Oh, ik geef hem een 6 weer. Ik ben vandaag van de 6. Nou, oké, maar ik vond hem wel leuk genoeg, omdat de effecten waren wel leuk genoeg om toch nog in de bioscoop te kijken. Ja. Het verhaal geef ik toe. Dat... Ja. Aardig. Oké, nou in ieder geval weer bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij NL Going to the Movies. Doeg. Precies. Doei.